Hoi, ik ben Elise en in deze video ga ik je drie leuke DIY's laten zien om je kamer helemaal in de kerststemming te brengen. Ik heb drie gemakkelijke DIY's voor jullie die je zowel kan maken in een kamer die klein is als een grotere kamer. Misschien heb je een eigen huis, dan is het heel erg leuk. Maar misschien woon je nog thuis en heb je maar een klein kamertje. Ook dan kan je deze DIY's leuk namaken. En ik begin eigenlijk met de makkelijkste DIY. We gaan met een stolp aan de slag en die gaan we vullen met plastic boompjes en poppetjes en wat nep sneeuw. Ik plaats eerst de poppetjes op de plaat van de stolp om zo even te kijken wat ik allemaal in wil hebben en hoe ik ze wil hebben. En vervolgens strooi ik er wat sneeuw overheen. Daarna fatsoeneer ik het nog een beetje en zet ik de boompjes en de poppetjes weer wat beter in het sneeuw. En om nog een extra kerststemming aan te geven, maak ik ook nog een slingertje. En dat doe ik met washi tape. Ik scheur een klein stukje washi tape af en dat vouw ik om een draadje heen. Daar kon je ook al een keer een artikel over zien op Girl on the White Bike. Die zal ik even linken ook in de beschrijving. Maar dit is super simpel en heel erg leuk. Als de slinger af is, dan plak ik die gewoon op de stolp. Het is een hele leuke, simpele DIY, maar die denk ik wel echt super leuk is. En ik denk dat mensen er ook heel graag naar kijken als ze bij jou in je huis of in je kamer komen. Dus dit is echt een hele leuke. Dan gaan we verder met de volgende DIY. Die is een beetje afgeleid van mijn DIY adventkaarsen, die je een aantal weken geleden al kan zien op Girl on the White Bike. Dit is een hele leuke DIY waar ik ijzerdraad heb gebogen. En dat ga ik nu ook weer doen. Wat je daarvoor nodig hebt is papier, een pen, dik ijzerdraad, maar het kan ook met dun ijzerdraad wat je wilt. En een rondbektang. Het eerste wat ik ga doen is de letters op het papier schrijven. Verzin je eigen tekst die je graag wil maken, maar ik heb gekozen voor Joy to the World. Omdat ik dat echt een typische kerstzin vind ofzo. Dus die heb ik gekozen. Dus die schrijf ik op het papier. En vervolgens met de rondbektang en mijn vingers buig ik het ijzerdraad zo dat ze over de letters passen. Zo weet je zeker dat alle letters even groot zijn en dat het er uiteindelijk mooi uitziet. En als alles gebogen is, maak je nog even twee T's. Dat doe ik door een klein stukje ijzerdraad om de T heen te draaien, zodat je zeg maar dat stokje nog hebt bij de T. En dan plak ik hem op met washi tape. En de laatste DIY is net wat ingewikkelder, maar ook deze is super makkelijk. Wat ik ga doen, is ik ga een kerstboom aan de muur maken. Vorig jaar kon je in een video zien hoe ik dit deed met washi tape en een slinger. En nu ga ik dat doen met kerstballen. Op een hele andere manier, dus het leek me wel leuk om die ook te laten zien. Je hebt hiervoor nodig kleine kerstballen, washi tape en touw. De kleine kerstballen die ik heb, die komen van de IKEA. Dus mocht je die ook willen, dan kan je daar terecht. Het eerste wat ik ga doen is touw knippen. En ik begin van een klein stukje draad telkens naar een groot stukje draad. Zodat je een driehoek krijgt van een kerstboom. Vervolgens verdeel ik alle balletjes onder het touw. Zodat ik even kan kijken of het er mooi uitziet of het in balans is. En als ik het helemaal goed heb uitgekozen, dan ga ik alle kerstballen aan het touw rijgen. En als ik dat weer heb gedaan, ga ik alle touwtjes aan de muur bevestigen. En dat doe ik boven elkaar, zodat ik dus echt die kerstboom op de muur krijg. En dat is het eigenlijk al. Ik hoop dat je deze video leuk vond, dat je er wat inspiratie uit hebt gehaald. Mocht je dit nou gaan namaken, vergeet het dan vooral niet te delen met de hashtag GirlWithTheDIY. Zo kan ik ook jouw creatie zien. Ik ben wel heel erg benieuwd wat jullie ervan gaan maken, dus doe dat vooral. Je mag natuurlijk ook een reactie achterlaten met wat je van deze video vond. En vergeet geen duimpje omhoog te doen en te abonneren natuurlijk. En dan zie ik je de volgende keer weer. Doeg!